Hallo allemaal, salam alaikum. Welkom terug bij mijn nieuwe video. Ik ga vandaag gevulde uien maken. Soukan dolmasi. Ik hoop dat ik het goed zeg. Dit is echt zo super lekker. En heel makkelijk om te maken. Ik had dit meegenomen naar picknick en iedereen vond het echt super lekker. Ik heb voor dit recept 5 grote uien. En dan snij ik het tot het midden. Dus niet verder als in het midden, dus tot het midden snijden. En dan ga je het koken in water. Ik heb het ongeveer een half uurtje gekookt, zodat het lekker zacht is en dan makkelijk is om het dan op te rollen. Je voelt dan met de vork of de eieren, zeg maar de schil of zeg maar die vellen loslaten. En dan is het goed. Je laat het dan even afkoelen. Het water waar de uien in hebben gekookt ga ik niet wegdoen. Dat ga ik heel eventjes in een kommetje doen. Die heb ik straks weer nodig voor de saus. Tijdens het koken van de uien heb ik de gehaktvulling klaargemaakt. Ik heb hier 400 gram gehakt. 1 theelepel koriander. Ik heb hier 150 gram rijst. Je kan hier Turks rijst gebruiken, maar eigenlijk maakt het niet uit welke rijst je gebruikt. Ik heb er dan 1 kleine blikje tomatenpuree erbij gedaan. Dat is 70 gram zit erin. Ik heb er 1 volle theelepel harissa erbij gedaan. Dat is een soort Marokkaanse sambal. 1 volle theelepel knoflookpoeder. Ik heb er nog 1 theelepel bieslook erbij gedaan. 1 theelepel zout. Een scheut olijfolie. Ik heb er ook nog een heel klein beetje peper erbij gedaan. Dat was ik vergeten in het filmpje te laten zien. Ik heb een half theelepel peper erbij gedaan. En dit ga je dan heel goed mengen. Ik heb dan in een ruime pan een scheutje zonnebloemolie gedaan. En dan ga ik er een klein uitje aan de onderkant leggen. Dat is zodat de vulling de gevulde uien niet aan de onderkant van de pan blijft plakken. Dan heb ik hier de uien, die zijn een beetje afgekoeld. Ik doe daar dan een heel klein beetje van de gehakt rijstvulling en dan rol ik het op. En dat is eigenlijk heel makkelijk om op te rollen, want de uien die zijn zo zacht en dan leg je het in de pan. Leg het niet te strak naast elkaar, want het zet nog een klein beetje op. En zo ga je verder totdat je alle uien hebt. Kijk, je hebt hier bijvoorbeeld een grote stuk vel. Je kan, zeg maar, heel de grote stuk vel kan je oprollen. Maar je kan het ook door midden snijden. Dan kan je van 1 vel, zeg maar, 2 van die gevulde rollen maken. Ik had nog wat gehaktvulling over. Daar heb ik kleine bolletjes van gemaakt. Dat heb ik ook bij de uien gedaan. Je zult trouwens bij de uien nog wat kleine stukjes hebben. Gewoon ook in de pan erbij gooien. Elke keer. Ik heb aan de onderkant en ertussen. En zoals je ziet aan de bovenkant heb ik ook uien erbij gedaan. Alle uien kan je gewoon gebruiken. Ik heb in de uienwater 2 theelepeltjes tomatenpuree erbij gedaan. En dit heb ik dan heel goed gemixt. En dat doe ik bij de uien. En het moet net onder staan. Ik heb hier net ietsje te veel water erbij gedaan, maar dat is niet erg. Je legt dan op de bovenkant van de uien een bord en doe je deksel op de pan en dan laat je dit ongeveer een uurtje, anderhalf uur koken. En dat was het eigenlijk. Super lekker en simpel. Ik hoop dat je het filmpje leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en tot de volgende keer inshallah. Doei!